Veel sheds die wij voor onze basis snoekbaarsvisserij gebruiken, worden eigenlijk ontwikkeld als softjerks of swimbaits. Twee technieken die in Amerika heel veel gebruikt worden, zelfs meer dan het vissen met een shed op een loodkop. Reden voor ons om te kijken of deze technieken ook in Nederland goed toepasbaar zijn. Veel van de sheds die wij ook voor onze snoekbaarsvisserij gebruiken, die wij met loodkoppen vissen, zijn eigenlijk ontwikkeld als zijn een soft swimbait. Dat kan je zien aan dit soort gleuven die in die sheds verwerkt zitten. Die zijn gemaakt om een offset haak goed op zijn plaats te houden. Het grote verschil tussen een swimbait en een op loodkop geviste shed is het feit dat het loodgewicht op een hele andere plaats gepositioneerd is. Daardoor heeft een swimbait een veel meer zwemmende actie in plaats van een meer bevallende actie dan een op loodkop geviste shed. Dat is een echte, prachtige zomerbaars, 45 centimeter is die, op de swimbait. Ik zal hem even onthaken eerst. Er is niet veel meer van over, maar ik viste hem precies tussen een palen rij door. Omdat je niet vastloopt, ging dat perfect. Nou, levert een mooie vis op. Swimbaits heb je ook in alle vormen en maten, van micro swimbaits, super klein, voor visserij op winden en kleine baars, streetfishing, denk daar aan, tot gewoon medium formaat, wat wij graag voor baars gebruiken en voor snoekbaars. Maar je kan ze ook zo groot als je wil gebruiken voor visserij op snoek en zeebaars. Wat zijn nou onze favoriete swimbaits? Voor het kleine werk de Powerwork van Konger, die is een hele fijne. Het medium werk doen wij graag met bijvoorbeeld een Piglet van Strike Pro. Maar ook de Slickshirt van Black Flight is een hele fijne. Daarnaast is de Tioga van Lucky John met name voor Willem een heel favoriet aasje. Ligt hij helaas niet bij. En voor het grotere werk is bijvoorbeeld een grubber van Konger, met name de 12,5 centimeter uitvoering, een uitstekend aasje voor snoep. Vissen met swimbaits doe je over het algemeen op plekken die vrij ondiep zijn en relatief veel plantengroei hebben. Zoals in dit geval een kribvak. Langs onze rivieren zie je steeds meer kribvakken vol lopen met waterplanten. Daar komt deze techniek heel erg op zijn recht. Gooi hem gewoon uit en vis hem langzaam in een constant tempo binnen. Die techniek die levert je al heel makkelijk vis op. Is de makkelijkste. Aanbeten is hetzelfde als dat je vroeger bij een blinker had of bij een plug. Je krijgt er gewoon een roffel op, je voelt weerstand en dan pas haak zetten. Niet gelijk haak zetten, dan mis je veel vis, omdat je met een offset haak vist. Die vis moet die haak eerst naar binnen krijgen. Aanbeet, doordraaien dat je weerstand hebt, dan heb je vis. Grotere variant hiervan kan je ook prima inzetten voor snoek, zeker in een vegetatierijk gebied. Echt aanraden. Ook daar, wacht heel even met haak zetten.
tot je weerstand. Je kan die swimbaits ook inzetten om diepere waterlagen af te vissen. En dan gebruik je eigenlijk dezelfde technieken als dat je dat met sheds doet. Waar je wel rekening mee moet houden is dat ze een langzamere valsnelheid hebben doordat het gewicht onder de shed ligt. Maar dat ze ook daardoor een meer zwemmende actie hebben. Dus ze hebben een betere, langer zweefmoment. Maar omdat ze lichter zijn en langzamer vallen is het wel moeilijker vissen. Aanbeten zijn eigenlijk hetzelfde als bij het vissen met een shed. Meestal, wanneer die weer terug naar de bodem zinkt, krijg je gewoon keiharde tik. Haak zetten, hopen dat hij hangt. Mooie zomerse snoekbaars. Geen monster, wel op ondiep water gevangen, op een soft jerk. Kijk, hij moest hem echt hebben. Vol erin. Hier. Gewoon tof. Gewoon heel langzaam. Aanbeet zag ik bijna niet. Voelde ik helemaal niet. Ik zag hem. Heeft zijn ding weer gedaan. Toffe vis. Doei. Het ding even minder. Ja. Pakken. Hier, kijk eens, een voren. Nee joh, je hebt gezien, ruis voor. Nee joh, gewoon. Soft jerks zijn eigenlijk aasjes die van zichzelf weinig actie hebben, zoals veestaartjes, maar ook slugs, worms, dat soort aasjes. En ze zijn eigenlijk net zoals bij het vissen met een swimbait, zijn ze voorzien van een offsethaak met een ronde gewicht. Omdat die aasjes van zichzelf weinig actie hebben, moet je die zelf erin geven door middel van je hengel. Als je met je hengel wat tikken geeft, schiet die aasjes alle kanten op als een gewond visje echt. Van boven naar onder, van links naar rechts. En dat is precies de bedoeling om die vissen uit te lokken tot een aanbeet. Je hebt ze in alle soorten, maten en vormen en kleuren, zoals hele kleintjes, de micro-aasjes, die gebruiken we voor bijvoorbeeld streetfishing, maar kun je ook gebruiken voor baars, polderslootjes of voor winden. Dit is een big butt van Black Flag, met een hele kleine. Die hebben we ook in een groter maatje. Deze zijn super geschikt voor baars, snoepbaars, op wat groter water. Evenals de gunslingers van Strijkbro, zijn ook een van onze favoriete aasjes. Voor baars en snoepbaars. Deze hebben ook bij streetfishing super goede resultaten opgeleverd. De veestaartjes. Hier een Fluke-achtig modelletje. Dit is een klassieke en die blijft gewoon super goed werken. En bijvoorbeeld de scorpiteel. Dat is een wat groter aasje. Die kun je gebruiken voor snoepbaars, maar ook voor snoek. En je kan nog groter gaan. Het klassieke voorbeeld is een Fin-S-shed. Die kennen we allemaal. Er zit een gleuf in de buik. Net als bij deze aasjes. En dat is ook bedoeld voor het vissen op deze manier. En dan kan je perfect dit poldersloot op snoek vissen tussen de planten.
Softjerks kan je ook op verschillende locaties vissen. Je kan ze zoals hier op de rivier in wat dieper water vissen, maar je kan ze ook uitstekend in ondiep water vissen. Eigenlijk lijkt de techniek vaak toch wel behoorlijk op elkaar. Het enige verschil is je afzinkfase. Als je op ondiep water vist, hoef je je aasje niet te laten afzinken. Je gooit hem uit en je begint met een tikken actie te geven in je aasje. Door de tikken die je geeft, schiet je aasje alle kanten op. Een swimbait heeft uit zichzelf al actie, maar een softjerk moet je echt alle actie moet je er zelf in brengen. Dat kan je doen door zachte tikjes te geven, schiet hij een beetje opzij en als je echt felle tikken geeft, heeft hij wat meer actie. Een aanbeet is dan vaak echt wel fel, je vis zijn vrij agressief en aanbeten zijn daardoor hard, dan kan je direct de haak zetten. Als je op dieper water vist, zoals hier bij de rivier, gooi je hem uit en laat je aasje afzinken tot op de bodem. Dat voel je soms afhankelijk van je gewicht, voel je hem echt neerploffen of je moet echt op je lijn letten. Zodra je aasje op de bodem is, geef je hem een aantal tikken. Tik op 3-4, dan komt je aasje omhoog, schiet alle kanten op. En aan een gespannen, aan een strakke lijn laat je hem weer afzinken. En vaak tijdens de afzinkfase komen dan de aanbeten van met name snoekbaars. Als je een aantal keer optikt en je krijgt direct een aanbeet, bijna altijd baars. Die komen echt op die felle tikken af, die reageren direct. Je kan gewoon direct de haak zetten bij een aanbeet. Wat hengels betreft gebruiken wij voor deze visserij eigenlijk dezelfde hengels als we voor de andere finesse technieken gebruiken. Het zijn St. Croix hengels en dan gebruiken wij de 7'6" medium light actie hengels. En wil je toch wat zwaarder gaan vissen, wat groter of op de rivier op snoekbaars bijvoorbeeld, dan zijn de medium actie hengels wat meer geschikt. We komen net aan hier bij het sluis en we zien meteen vis in de oppervlakte jagen. Nou, echt exact daaronder bij de bodem pakte deze vis de soft jerk. Of dat haak heb je in verschillende types. Ik heb hier een aantal vormen waar we de afgelopen tijd mee gevist hebben. We hebben opzet haken met een gewicht in de voorkant, in het midden en een gewicht aan de achterkant. Daarnaast zijn er ook opzet haken met een verstelbaar gewicht. Dus je kan je losdraaien en kan je ze naar voren of naar achter schuiven. Daar geef je je eigen voorkeur. En vervolgens heb ik ook opzet haken zonder gewicht. Zoals je ook kan zien hebben de verschillende haken ook verschillende bevestigingssystemen. Je hebt haken met een wokkeltje die in shed draait. Je hebt haken met een plugje die in shed duwt. En je hebt eigenlijk haken zonder bevestigingssysteem. Op de volgende manier monteer je een shed op een haak en een wokkeltje. Je zet de wokkel tegen de voorkant aan en met enige druk draai je je shed naar binnen. Eroverheen bedoel ik. Op deze manier. Dan zit hij vast. Nou, dan leg je je haak naast je shed en je kijkt op welk punt hij naar buiten moet komen. Nou, dan draai je hem om. Kijk, op deze manier zet je duim op de shed, op het punt waar je haak naar binnen moet. Dan prik je hem op deze manier, prik je hem er doorheen. En voilà, hij is gerikt. De positie van het gewicht op de haakstel heeft ook effect op de actie van je softbait en ook op de manier waarop die afzinkt. Nou, als je een gewicht aan de voorkant van je haak hebt, dan zal je shed meer naar beneden, met de kop naar beneden afzinken. Als jij een shed hebt met een haak en een gewichtje wat in het midden is gewikt, dan zal die meer rechtstandig naar beneden zakken. En andersom, als jij een haak hebt met een gewichtje aan de achterkant, dan zal hij met actie vooral naar boven komen, als je hem een tik geeft. De keuze voor het gewicht van de offset haak hangt erg af van de omstandigheden waar je vist. Zo pakken wij vaak de zwaardere gewichtjes, dus 5-7 gram bijvoorbeeld vis op de rivier, vis in dieper water of als het hard waait, zodat je beter contact hebt met je aasje. De lichtere gewichtjes, dan hebben we echt ook gewichtjes van soms van minder dan 1 gram. Die gebruiken we vooral in ondiep water, bij streetfishing.
Of als we met echt kleine aasjes vissen. Daarnaast gebruiken wij de lichte gewichtjes eigenlijk vooral voor het soft jerken. En de zwaardere gewichten voor het vissen met swimbaits, die vaak al meer weerstand in het water hebben. De haken die wij hebben gebruikt zijn onder andere van de merken Gamakatsu. Gamakatsu heeft onder andere haken met lood aan de voorkant als lood aan de achterkant. We hebben ook haken gebruikt van Berkeley. We hebben vooral haken aan de gewicht in het midden. Black Flag. Die hebben haken met gewichten aan de achterkant en aan de voorkant. Mustad, die hebben een innovatief systeem waarbij je het gewichtje kan losdraaien en kan verschuiven op de haaksteel. Dus dan kan je je eigen positie kiezen. En ze hebben ook haken inderdaad zonder een gewichtje. En tot slot hebben we ook haken gebruikt van Lucky John. Dat zijn deze haakjes. Die zijn zowel met tungsten gewichtjes als loodgewichtjes te krijgen op de haak. De haakmaten die wij gebruikt hebben, dat zijn haakmaten die variëren van 3-0 tot 1-0. Kleinere haakjes met gewichtjes zijn eigenlijk niet te verkrijgen. Maar daar heeft onze knutselkoning mee bezig bedacht. Een van de dingen waar we al heel snel tegen aanliepen bij het swimbait vissen en het softjerken is dat deze technieken en deze haken die daarvoor gebruikt worden specifiek voor de black bass visserij zijn. Dat betekent ook dat die haken ook een stuk groter zijn en met name dikdraadig. Dat resulteert in minder goed haken en in sommige gevallen zelfs onnodige schade aan de vis. Dus we zijn op een gegeven moment zelf bezig gegaan om te kijken of we een verzwaringssysteem kunnen bedenken wat we kunnen toepassen op haken die wij wel prettig vinden om te vissen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een systeem waarbij we gebruik maken van tungstenkralen. Deze units gebruiken tungsten. Geen lood, geen nikkel, geen koper of andere dingen. Echt tungsten. Het is namelijk zo dat tungsten 1,5 keer zwaarder is dan lood. En je hebt dit gewoon echt nodig om tot voldoende verzwaring te komen. Tungstenkralen kan je in de betere gesorteerde vliegwinstwinkel halen of online bestellen. Is vrij gemakkelijk aan te komen. Wat heb je nodig? Je favoriete offsethaak, tungstenkralen en krimpkous. Allereerst neem je een stukje krimpkous van de lengte waarvan jij denkt dat de kralen in beslag nemen op je haak. Dus dan pak je je haak, daar schuif je dit overheen tot die tot deze bocht komt. Dan pak je je aansteker, die hou je er even een stukje om, onder, langzaam heen en weer bewegen. En daar smelt je de krimpkous mee vast. Vervolgens pak je een heel klein stukje krimpkous wat je daar weer overheen schuift. En wat je een klein stukje door laat lopen. Dus op het moment dat we dit gaan krimpen, zit die aan de ene kant vast op je krimpkous die je net gesmolten hebt. En op de andere kant op je haak. Op die manier zit die het meest stevig. Die gaan we ook weer krimpen, dat hij mooi vast zit. En nu kunnen we onze kralen erop schuiven. Meestal gebruik ik 1 tot 5 kralen om te verzwaren. Ga je meer kralen gebruiken, dan heb je op een gegeven moment niet meer genoeg ruimte om de haak goed te kunnen zetten. Dan pak ik weer een stukje krimpkous om het af te werken. En dan krimp hem weer. En dat is het. Binnen een halve minuut heb je je eigen verzwaarde offsethaak gemaakt. Op deze manier kan je dus op alle verschillende mogelijke manieren je haak verzwaren. Met verschillende kleuren kralen, met verschillende grote kralen en verschillende haakmaten. We hebben zelfs tot maatje 6 onze haak weten te verzwaren. Mooie snoekbaars, vol op de soft jerk, topvis. Nou, je ziet dat het werkt. Het is echt super vet, hè?
Hallo. Hi. Gewoon langzaam binnen. Je kan er allerlei, zo bla bla, veel meer een zwemmende actie hebben en minder een vallende actie als een chef heeft. Nadeel is echter... Fijn, hè, Nederland. Zo'n rustige plek, ruimte voor iedereen. Ja, ik heb wel een vlieg op mijn hoofd. Kijk, grote wolken vliegen. Super irritant. Niet lachen. Wat is er? Die wolk vliegen. Ja, godsamme. Je hoort hem wel, maar ja, het is echt zo'n bolletje zo recht voor je gezicht. Ja. Hey! Ja, hij eet hem op. En weg is die. Te laat, hij slikt hem door. Ja, serieus. Ja, hij probeert hem echt gewoon op te eten nou. Helemaal zaal in zijn fucking maag. Helemaal in zijn maag. Nou. You go back now. Wat is een swimbait nou eigenlijk? Wel nu. Wel nu. Zelf weinig actie hebben. Zoals Niet veel kunnen zeggen. Blijf maar zeggen. Maar dat knip ik er gewoon lekker uit. Bij het vissen met Kijk, hier zit het gewoon vast. What the fuck? Ach, ik kan niet zeggen, man. Ja. Of dat haak heb je in verschillende types. Ik heb hier. Nu zonder lachen. Heb je zelf lachen? Ik kan het niet meer.